Het is geen Neptunia, Jesse. Maak je geen zorgen. Ik heb een... Weet je, het is zo lang geleden sinds we een kort part, like, part hebben gedaan. Zijn we like, 3 keer achter elkaar Neptunia gedaan of zoiets? We hebben de laatste tijd alleen maar Neptunia gedaan. Ja, want we zijn... Alleen maar Neptunia. En wanneer we het iets kort deden, was het fucking in 1 keer af en klaar. We hadden in 1 keer like, tegen parts Metroid gedaan. Ja. Dat is... Gelukkig na Neptunia hebben we gewoon heel veel korte parts. Ja, gelukkig. Like Mega Man X, 5 en nog steeds met fucking doen, godverdomme. En er is ook nog eens ding. Dus je trekt ons niet bedoel ik uit 2. En dat komt uiteindelijk. En daarna gaan we gewoon 2 spellen doen voor volgend jaar. Like Crash Bandicoot 3 was het plan. En daarna Pokémon Colosseum. Oh boy. Oh boy, het is nogal lang fucking spel. Ja, Pokémon Colosseum is niet dat man. I know, maar het wordt hoogstens weer 30 parts ding. Ja, dat wel. Maar wat ik zei, ik deed dat omdat ik geen idee had wat anders ik wilde doen, want ik heb... Ik dacht van wel, naast Crash Bandicoot 3 wat een korte spel zou kunnen doen, ik heb geen idee, dus ik ga mijn Pokémon Call 7 doen, ik wil het opgeploppen. Dus Mega Man X5 en Mega Man Zero, ik weet niet. En Mega Man Zero doet denk ik dat hij meer aan het einde van het jaar gaat doen ofzo. Wat andere korte spel? Oh jeetje, Resident Evil 2 zou het minstens 24 parts zijn ofzo. Infamous 2 is lekker ongeveer 28 parts of zo. Ik was misschien Kirby 3, misschien. Sonic Heroes is ook waarschijnlijk een paar 20 parts door alle karakters en zo. Gaan we ook alle karakters laten zien? Ja. Fucking monster. Ja, ik weet het. Ik fucking duivels. Well, you gotta power through them then. Ja. Dus dat ik wat we altijd hebben fucking gedaan. Zijn, we hebben erg gedaan, laten we eerlijk zijn hier. Buiten dat, Oh, dit is eigenlijk eentje in de referentie die eigenlijk best wel geinig is. Wat? Nee, van zoveel, like, na deze beurtje is er nog een muntje gelijk achter die muur. En, het is een andere minigame waar je nog een muntje erbij kan krijgen, dus. Stop sluit. De vanaf. Je hebt vanaf de nieuwe extra. Fuck. Wel, dat werd wel. Ja. Yeah. Maar kijk, het is de fucking haak. Ah, oh, I get it. Nou ja, we moeten gewoon zo'n beetje bungee jumpen. Ja. En deze targets raken, dat zet. Ik zit bij zijn dek aan dat persoon die zijn pen heeft laten vallen in het fucking water. En dan vist hij uiteindelijk, kwam uiteindelijk zijn pen weer terug. En dat is like, yes! Mijn fucking potlood is terug! En dan kan hij die even meer gebruiken, wat is dan? Ik zit terug te denken aan de hele aflevering waarbij ze lijken fucking haar. Waarbij het fucking visseizoen was. I know. Daarna word je gestopt in een doosje vol met sardientjes. En word je opgegeten. En dan de laatste ding dat je ruikt is een pot mayonaise! Niet een pot mayonaise! Snickraps. Hoe ga ik eruit komen? Wel, er is één manier. Trek je broek uit. Volgens mij mijn moeder is gelijk sport op een van die shows waar ik compleet fucking gestoord werd als ik het mis. Dus like, ze moest ervoor zorgen dat ik 100% ernaar kan kijken tot ze het opneemt, anders dan gaat iedereen dood. Oh nee, deze 5 jaar oude is mist de show. Oh no, we're all gonna die. It's like fucking hell. Jeez. Dat was een van die shows die mijn moeder helemaal moe van werd. Kijk je daar elke dag naar. En dit is de laatste soort challenge. De platforming challenge. Oh, Ennis gaat vaak dood. Jij kan niet platformen. I know. Ik kan zeggen though, dat ik beter ben geworden. Dan probeer ik geen Fanny Coot te spelen, Ennis. Nee. Ik weet dat ik daar nooit beter in ga worden. Come on.
Yes. Ja, dat is een Fire Emblem. Dat is een beetje Fire Emblem, you know. Trial of fucking error. De Fire Level is een heel ander level, trouwens. Oké, okay. Like, ik denk ook dat je strategie hebt van, ah ja, die vijand gaat natuurlijk dit doen, die vijand gaat dat doen. En wanneer je het allemaal hebt, dan gaat die vijand compleet de andere dingen doen. Dan heb je van, godverdomme! Jij denkt dat is erg? Wacht tot wanneer RNG's altijd tegen jou fucking is. Is dat je hebt de 20%. Hij kan al. Hij heeft 20% kans in het raken. RNG's is om gewoon ervoor te zorgen dat je, dat je iedereen in een groep doet. Dat is wat ik doe. En het is nog steeds niet genoeg. Is like, ik zet ze in een groep. En zelfs dan raakt die fucking ex-guy. Zelfs al heeft hij 30% accuracy. Je hebt gewoon ongeluk, man. Zoals ik heb iets voor ongeluk fire. Is like, ik zit op dat punt. Ik ben gewoon zo. Ik speel hard mode, natuurlijk is RNG steken. Misschien als ik. Oké, dus als je hard mode speelt, dan krijg je RNG's. Jesus. Maar weet je wat het ook is? Is like, ik speelde voor een beetje normal mode. En ik dacht van, oh, nope, this is unsatisfying. I can't. I just fucking can't. Het was de eerste keer toen ik een Fire Emblem spel speelde, dus ik had geen idee. Maar ik weet niet eens of ik normal mode heb gespeeld of niet. Nou, het is niet erg als je normaal mode speelt, dus like... Maar wanneer ik speelde hard mode eerst... Toen ging ik over naar normaal mode. En toen dacht ik van, nope, 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 nope. Te makkelijk. Te fucking makkelijk. Ik heb eigenlijk Pokémon Conquest gespeeld. Conquest. Het is like Fire Emblem, maar dan met Pokémon. Dat was het derde spel, toch? Die heb ik wel gespeeld. Die heb ik uitgespeeld zelfs. Ik had het wel gespeeld, ik wilde het weer verspelen, maar ik had het niet uitgespeeld ofzo. Ik weet niet wat er gebeurde, ik had het wel getint geleerd, zelfs naartoe. Maar je had lol met het spel. Ik had... De laatste Pokémon die jij krijgt is een fucking Arceus. Ik wil zo'n setting van Pokémon, maar dan met Scepter als de hoofdkracht en dan is het gewoon like een action RPG. Huh. Like, Scepter als een Rodin en alles. Hij gebruikt steeds League of Blade, want dat is een zwaard natuurlijk. Right. En je kan ook Mega evolueren op een gegeven moment in het midden van het spel. I don't know. Maar het heeft al hele epische baasgevechten en shit. Waar je ook vaak moet counteren ofzo. Ik vond eigenlijk wel een Pokémon Fire Emblem spel, maar dit keer... Gewoon, like, gewoon alleen Pokémon's, geen trainers. Alleen Pokémon's. Dit keer met high quality animations. Exactly. En dan wat het erbij doet is bijvoorbeeld, like... Hoe zal ik zeggen? Het is meer verhaal met de Pokémon's. Het is, like, Pokémon Mystery Dungeons. Helaas heeft Game opgegeven om spin-offs te maken voor Pokémon spellen, want dat kost tijd. I know, right? Oh ja. Dat ga ik ook doen. Ik ga die Pokémon Mystery Dungeons spel emuleren. Ik kan geen eentje missen, weet je. Fucking hell. Oh, je gaat die Mystery Dungeons spel doen voor de 3DS, ja. Want je weet, is like Mystery Dungeons nog steeds een van mijn favoriete spin-offs. Ja, dat zou ik niet meer hebben gemaakt voor fucking Cinnamon. Fuck Game Freak. Ja, nou, right, fuck hem. Pokémon is het cheap cash grab spel series nu. Iedereen gaat het kopen, want iedereen is fucking... Iedereen is dom genoeg om 60 euro spel te kopen, terwijl wat ze willen gewoon 10 euro is minst. En zeg, ik zou naar indie developer gaan en hij zegt gewoon meer, like, een veel beter kwaliteit spel geeft voor 10 euro. I know, right, what the fuck? Come on. Like, het is niet eens zo erg van, oh, wel, hoe durf je dit spel leuk te vinden? Het is een beetje van, heb waar voor je geld? Like, come on. Je speelt je geld niet aan shit. Denk aan je geld, verdomme. Daarom. Als zo niet dan moet ik alweer Nederlander geeft me dit de set. Zo, heel snel. Zo dat we nu dat we de spin attack hebben geprobeerd, kunnen we dus aanvallen gaan reflecteren. Like projectiles en zo. Of deflecten. Nou ja, nee, dat is echt een fucking probleem. Is like, je bent de klant. Je moet entitled zijn, for fuck's sake. Right, je verkoopt, je betaalt geld. Je moet voor je eigen interesse gaan strijden. Kijk, niet voor de fucking zaaksinteresse. De zaak heeft scheid, dat wil jou ik melken. Ik kan op een gegeven moment iemand naar beneden komt en zegt van... Ja, ik wil een 8K... Ik wil dat Pokémon een 8K resolutie is met 150 frames per seconde. En ik wil dat elke Pokémon kan in het echte leven komen. En ik wil dat... nee, dat is een ander verhaal. Maar hij is gewoon van, vraag alleen maar om een hoogkwaliteit spel zoals ook andere 60 euro spel. Dat is eigenlijk vervatsen, het is de fucking Chinese knockoff spel. Heeft betere animaties.
Mensen zullen het niet zoveel zeuren over de animaties als ze dat niet hadden opgeschept, weet je. Van, oh ja, onze animatiekwaliteit is veel te hoog, dus we kunnen niet alle Pokémon in het spel doen. Ze zijn niet eens de nieuwe Pokémon's sterke animaties aan het geven. Dat is nog wat erger. Weet je wat ze hebben gedaan met de Battle Frontier en Ultimate Mega Ruby en Alpha Sapphire? Oh ja, dat is waar. Ze hebben er nooit bij gedaan. Ze hebben de fucking... Wat was het ook weer? Project Starting Now. Project Starting fucking Now. En het is weet je, ze blijven constant features geboeven en jullie mensen kopen het nog steeds. Op een gegeven moment gaan ze weer effecten geboeven van een gevechtssysteem. Wat kost het voor mij om te animeren? Is Diamond Temple wat de Battle Frontier, ja? Oké, even kijken. Sun XY. Nee, XY had fucking niks. Had helemaal niks, alleen maar legendarische Pokémon. Dat ook niet veel was van wat ik had begrepen. En Sword and Shield gaat waarschijnlijk hetzelfde worden, laten we eerlijk zijn hier. Ja. Wanneer kwam die spel ook weer uit? XY? Nee, de laatste, de allerlaatste. Sword and Shield. Sword and Shield komt uit 2019. 19. Komt letterlijk uit in november. I can't believe they fucking died! Ik had niet geloofd dat ze die door Dennis dood zijn gemaakt. The fuck was dat? I don't know what just happened, but hey, ik heb een munt. Dat was een sponsor voor iets. Deze level was horror in mijn jeugd. Want it's like... And it's not a little boy anymore, you're a man now, you can do this, I believe in you. It's like, weet je wel, als je de eerste level is makkelijk, want in dit geval. Ik ga alvast zeggen, deze levels, net als de auto, hebben allemaal extra missies erbij. Bijvoorbeeld time races en ring challenges, ja. Superman 64 never fucking dies. Oh, goddammit. En deze level was zo'n beetje hel van mij. Want die twee challenges waren fucking moeilijk. Wat is met game developers fucking ringen? Nou, ze weten dat gamers altijd horny zijn. Weet je, naast Minecraft wilde ik heel graag Mario Odyssey spelen. Want ik wilde het zien spelen en ik wilde gewoon even spelen. Je wilde weer opnieuw spelen? Ja. Ik heb zoveel te streamen, man. Minecraft, Mario Odyssey, Final Fantasy 8. Boy, Final Fantasy 8. En ik ga sowieso een fucking kijk erbij halen. Ja, doe dat. Maar ik ga... Wil jij kaartspellen gaan spelen? Ik ga het proberen, I guess. Nou, dan gaan we dat vermijden. Want er zijn sommige kaartspellen help je ermee om vroeg spel zoals Quake te krijgen. Moet me niet gaan gebruiken om magie te casten, alvast. No, you fucking fool! Dat ding flipte helemaal en opeens komt er een stilstand. Wat ik wel leuk vind, dus ik vind deze levels muziek wel leuk. Deze levels muziek is best wel nice. Ik weet niet waarom, maar ik zit opeens te denken aan de fucking soundtrack van Crash Twin Sanity. Dat was altijd een goede soundtrack. Dat was je weet toch dat soort muziek waarmee iedereen gewoon alle geluiden zijn gemaakt door met monden, toch? Met wat? Met monden. Gewoon met de monden van mensen. Oh god. En dit soundtrack is gemaakt met de monden van mensen. Oh. Het is no. Het is fucking zenuws fuck. Het werkt, maar het is fucking zenuws fuck. Ik kan niet denken aan ene moment waar je dan de soundtrack hoort, terwijl Crash daar Cortex in zijn kont zit te staren. Ai. Oké, ik weet wat ik ga doen wanneer mijn instructor zijn. Ik ga gelijk Crash Twin Sanity kont. Ja, wat kijk fucking zoals je zegt, man. Oh, dat is een beetje voor suicide! Je wilde bal, wat ben je aan het doen? Een suicide run. Kijk, ja, dus als je dood wilde gaan, dan kun je hem gewoon bellen, ik doe het voor je. Jesse zit al jarenlang te wachten. Jesse is dat ene persoon dat wanneer hij 80 is en ik ben in de grafkist zit. Hij is die ene man die opeens levend wordt en helemaal aan het dansen is en shit. Je zit op muziek en je vraagt of ik life support wil plukken. Maar als ik dat doe, dan haal ik gewoon een bel erbij.
Ik zeg, dit was bij de helft van de prijs. Hè, helft op je punt. En zeg, je snijdt die de helft support eraf met de paal, samen met het lichaam. Zeg. Man, weet je, ik dacht dat mijn hoop en dromen als kind, like, mijn kinderhoop en dromen worden vernietigd door een cynical 3 AM wake-up call. Maar nee, het was een Pokémon spel. Dat wilde ik als kind, gewoon high quality animations waar Pokémon echt vechten tegen elkaar. Dat we lekker in een grote open wereld zitten waar we veel kunnen exploren en shit, terwijl alles er geweldig uitziet. Maar nee, I guess Digimon is wat ze dat gaan geven, niet Pokémon. Digimon heeft me dichtbij dat al gegeven op dit punt. Oh, en die Chinese knock-off spel. Ja. Ik ken nog het volgende cijfer, het like, Digimon Story spel. I know, right? Kijk, dat is dat is al in de making sinds X Memory. En wat, we krijgen ook nog eens die ding spel? Ja. Maar is er al een datum daarvoor gekomen of is het? Het is gedelayed in 2020. 2020. Want Pokémon, want Digimon geeft eigenlijk een fuck om hun kwaliteit. En hun delay hun spellen wanneer het niet goed genoeg is. Alright. Take notes, Pokémon. Jesus fuck. Like, Digimon makers luisteren eigenlijk naar hun fans. Wanneer er like, een petition is voor mensen, gaan ze eigenlijk naar kijken. Like, no joke. Ja, eigenlijk, dat is waar, hè? Dat is hoe we Digimon Cyber Studio hebben gekregen. Ja, like, Digimon zijn naar het westen gekomen door de internetpetities. Ik ga van lol, we gaan het toch doen, fuck jullie. Was Digimon door een ander bedrijf en was like, gepublished door Banco Namco? Of Banco Namco er niks mee te maken? Nee, het is Ben en Namco die het maakt, geloof ik. Oké. Okay. Langton remains one stubby step ahead of it. Wat verbazend is, want Bandai Namco, om eerlijk te zijn voor het meeste gedeelte, zijn niet altijd van de hoogste kwaliteit spellen. Om eerlijk te zijn. Dennis. Man, kijk hoe fucking edgy Dennis is. Kijk hoe edgy Dennis is. Waar is zo'n edgy stem ook? Ja, ik ben Dennis. So the only thing to do is to go into the rough top. Ik heb spikes zonder beschoring. Waarom stoppen die spikes eigenlijk? Dat is een hele goede vraag. Ik bedoel het altijd uit de onderkant van mijn voet, weet je dat?